Volgens de statistieken van het Korps Politie Suriname zijn er tot en met 20 februari dit jaar 5 moorden gepleegd. De politie deelt mee dat ze nog steeds bezig is met het onderzoek naar een aantal moordzaken van het vorig jaar. Dit heeft het Korps Politie Suriname gisteren naar voren gebracht tijdens de persconferentie, waarin ze nader inging op de laatste ontwikkelingen op het gebied van de criminaliteit. Op de persbijeenkomst is benadrukt dat er wordt gerekend op de hulp van de samenleving om klaarheid te brengen in enkele van die zaken. Inspecteur Robert Prade, hoofd van de afdeling Kapitale Delicten, ging onder meer in op de moordzaak van Clarissa Boldewijn, die veel stof heeft doen opwaaien. Informatie van mensen rondom deze verdachte heeft de politie bereikt, waardoor er over is gegaan tot aanhouden. Verschillende verklaringen heeft hij afgelegd, maar op een gegeven moment is hij tot een bekentenis gekomen, hij heeft aanwijzingen gedaan. Hij heeft ook aangegeven wat het motief moet zijn. Daar wordt enigszins aan getwijfeld. Maar goed, het onderzoek duurt nog voort. Er zijn twee andere personen aangehouden in dit geval. En één is intussen heen gezonden. En die andere zit nog vast. Omdat ten aanzien van zijn aandeel in deze moord er nog wat twijfels zijn. Dus het is nog even afwachten wat het onderzoek in deze oplevert. Prade ging ook in op de moord van een 77-jarige vrouw eind vorig jaar. Ze had een relatie met een man in de 40. De vriendin van die man kwam erachter en vermoordde haar, zegt Prade. Deze mevrouw had een relatie met een heer ergens in de 30, begin 40. En hij op zijn beurt had weer een relatie, of ook een relatie met een dame, ergens in de 30. En deze dame is te weten gekomen dat er een relatie bestond tussen, zeg maar, haar vriend en deze senioren burger, om het zo te zeggen. En ze is naar de woning van deze mevrouw getogen. Die jongeman was daar, hij was bezig met werkzaamheden op het dak. En van die gelegenheid heeft die dame gebruik gemaakt om die senioren burger van het leven te beroven door haar enkele slagen op het hoofd toe te brengen met een koevoet. Daags daarna is die meneer, die verdachte, is toen naar de woning getogen om een spullen die het slachtoffer in huis had, waaronder televisies en andere huishoudelijke elektrische apparaten, weg te nemen. Een deel moet zijn verkocht en een deel is vooralsnog niet achterhaald door de politie. Dat was Robert Prade, hoofd van de afdeling Kapitale Delicten, die gisteren op de persconferentie van het KPS is ingegaan op enkele moordzaken.